weet niet hoe het qua focus zit. Nee, model is uit focus. Ah. Als je hier doorheen verkeerd kijkt. Verkeerd gedaan. Ja. Ondernemen is voor veel Nederlanders niet meer dan een droom. Maar daar lijkt verandering in te komen. Want steeds meer jongeren beginnen een eigen bedrijf, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. In de laatste 5 jaar is het aantal ondernemers onder de 20 zelfs verdubbeld. Wat drijft ze en hoe pakken ze dat aan? Zo jong voor zichzelf beginnen. Dat ga ik uitzoeken. Vandaag ben ik bij Timo. Hij is eigenaar van een mediabedrijf en is zelf gespecialiseerd in het maken van video's. Hey! Hey, goeiedag. Aangenaam. Kom verder. Timo de Koning. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Kan je iets vertellen over jezelf, je bedrijf, hoe je bent begonnen? Ik heb mijn eigen mediabedrijf. Ja? In principe zijn de klussen die ik lever op videogebied echt onwijs verschillend. Zo ben ik vanochtend in Den Haag geweest bij een bedrijf om daar een filmpje te maken voor nieuwe mensen die ze zoeken. Ja. Dat maak ik voor een format inderdaad. Dus dan zat ik vorige week bij KLM en dan weer bij een stratenmaker. Oké. Morgen toevallig een uitvaart die ik moet filmen. Zo zit je over 2 weken volgens mij weer op een bruiloft. Dan weer bij een aftermovie in Italië, een club in Rotterdam. Ja, dat ben ik of een geweest, festival, ja. Zeg maar. Dus het is echt heel breed wat ik lever, zeg maar. Dus je hebt wel echt enorm veel opdrachten? Ja, ik had er in april 23. Wow, en dat is video dan? Dat was allemaal video. Je bent nu 20, ja. Dus je bent het op je 18e gestart. Ja. Hoe is dat zo gelopen? Hoe ben je daarin gerold? Die passie is denk ik 9 jaar nu geleden ontstaan. Op het Graafs Lyceum VMBO in Rotterdam. Mm-hmm. Daar heb ik film ontmoet. Daar ben ik in aanraking gekomen met film. Ik ben ook DJ. Als ik dan ging draaien, filmde ik dat. Heb ik op YouTube gezet. Dus zo spaarde ik geld en bouwde ik veel ervaring op met editen. Hoe oud was je toen jij ging DJ'en? 12. Serieus? Dat was je al heel jong? Van al dat draaien en editen kwam heel veel spaargeld kijken en ervaring. Ja? Toen ben ik doorgegaan naar het Graafs Lyceum MBO in Rotterdam. Ja? Daar heb ik een filmopleiding gedaan, ja? Want ik vond film echt te gek. En 2 jaar geleden nu mijn eigen bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op dat moment liepen mijn videoclussen al heel erg goed. Mm-hmm. En hoe verder de tijd zeg maar kwam, investeerde ik elke keer in nieuwe camera's, nieuwe lenzen, apparatuur. Het werd steeds professioneler. Mm-hmm. En de klussen werden steeds groter en het werd echt een bedrijf toen. Ik ben zeker niet de beste DJ, maar ik had wel dat netwerk dat ze mij vroegen en dat ik hun kende. Daarom stond ik daar. Dus ik zeg eigenlijk altijd maar van, je hoeft niet de beste te zijn. Kwaliteit moet sowieso garant staan. Ja. Mijn netwerk is zo belangrijk. Hoe kom je aan zo'n netwerk dan? Ik denk vanaf jongs af aan opgebouwd. Mijn familie heeft veel netwerk, veel ondernemers in mijn familie. Vrienden van vrienden en vrienden van familie, die schuiven jou allemaal naar voren toe. Ja, maar wat doe jij dan dat zij denken, hé, daar moeten we Timo voor bellen? Kwaliteit leveren en online zet, dat mensen het zien. En dus je levert een goede video af, die zien ze en dan krijg je eigenlijk een... Het worden gewoon ambassadeurs van je bedrijf. Ik moet al mijn tijd en energie steken daarin om dat succesvol te maken. En dat doe je? Dat probeer ik. Ja, nou mooi hoor. Hey, kunnen wij boven gaan kijken wat je allemaal... Tuurlijk, doet? Zeker. Ja. En dit is zeg maar je timeline, dit gedeelte van het scherm. Ja. En daarin staan je beelden. Ja. En hoe lang ben je nou bezig met zo'n film? Het verschilt heel erg. Ik heb een bruiloft gedaan in Marbella 5 dagen lang. Dat is denk ik mijn mooiste opdracht. Ja. Die timeline staat ook helemaal vol met sound effects, speeches van mensen, geluidsfragmenten, nog meer sound effects, beelden, b-roll. Echt van alles, droombeelden nog tussendoor. Bruiloften, dat zijn wel de klussen waar het meeste werk in zit. Ik denk dat er in Marbella, ik denk echt wel 60, 70 uur. Dat is niet gebruikelijk hoor. Maar daarna is, dus echt in het editen? Ja, in het editen, zonder de shoot. Dus ben je echt 1,5 week ben je gewoon als een beest aan het knallen? Ja, en dan ga ik jij nog iets tofs laten zien. Ja? Dat is zeg maar zo'n stabilizer. Ja. Die hebben we hier. En hier zit normaal nog een monitor op. Een monitor is zeg maar een beeldscherm. Ja. Die klik dus hier, je zo erop. Film je altijd? Ja. En vroeger had je dat niet, hè? Dit 10 jaar geleden. Nee, dat was veel groter, ja.
Nou, dan gaat hij nu aan. En dan kan je door het schermpje heen kijken. En de stabilizer houdt dus zeg maar het beeld recht. Jeetje, dus je mag een beetje kikken. Je kan hem zo bewegen en zo. En ja joh, een apparaat. Maar die wedding movie die we net zagen, die is opgenomen dat met deze. Ja, dat echt hard. Je kan echt super professionele films mee maken dus met hij kan met zo'n droom. 70 km per uur gaat hij ook. Jeetje. Volledig 4K, volledig gestabiliseerd. Kikken man. Dus dat is vet. Hey, we gaan zo een film of een fotootje schieten, begreep ik, hè? Ja. Nou, dan kan je wel tips geven. Ik denk het wel. Ja. Waarom vind je het nou zo leuk, dat video en dat foto? Hoe kom je aan die passie? Ik denk dat het heel gaaf is dat je bepaalde emotie aan iemand kan. Bijvoorbeeld bij een bruiloft of een uitvaart. Dat is het eerste of het laatste moment dat je dat kan doen voor diegene. Als je dat vast kan leggen op een mooie manier, met mooie muziek, mooie sound effects, alles. Is dat zo emotioneel en heel waardevol voor diegene. Dat is heel mooi om te doen. En een festival, dat geeft zoveel kick, zoveel power. Dat is gewoon gaaf om te doen. Hey, gaaf man. Nou, ik heb echt vandaag weer veel geleerd. Respect voor wat voor bedrijf je hebt opgebouwd. Volgens mij ligt de toekomst, ook al denk je er niet te veel over na, maar wel is die kansrijk en glansrijk. Dus bedankt dat je de tijd hebt genomen om me vandaag even mee te nemen. Graag gedaan. Kom gerust nog een keer langs. Mijn tip voor andere mensen die willen ondernemen is: maak gebruik van je netwerk. Want je hebt echt veel meer netwerk dan dat je denkt.